Dit wordt een hele leuke. Ik ga even opzoeken welke zending dit is. Want ik heb namelijk een krant gekregen. Dus de vorige keer had ik dus een krant gestolen. Maar nu heb ik een krant gekregen. Dat is toch wel bijzonder, vind je niet? We gaan even kijken voor het nummer. Oké, dit wordt. Oh! 120 wordt dit. Nou, ik sla hem open. Dit is echt een verschrikkelijke krant. Ik heb dus de Volkskrant. En dan zit er een bijlage bij. En dan nog een soort glossy. Een ding dat glimt. Met een of andere klojo die ik nooit zou neuken als ik intelligente borsten had. Ik wil eventjes uitleggen. Deze uitzending is politiek correct. Dus alles wat ik zeg is OMGVD waar in de zin dat ik het gezegd heb. Je mag toch gewoon een keer uit je dak gaan. Hè? Al die feministes, die kunnen mijn rug op. Hé, Godverdamme. Heb ik dat weer verkeerd gezegd? Nou, dan gaan we even voorlezen. Dit is de Volkskrant. Die heb ik dus gekregen. Op straat. Die heb ik niet gestolen. Snap ze? Product Nieuwe Vraans of zo. Dit is zaterdag 3 december 2016, de Volkskrant. Wilders en de geheime dienst. Dat is dus het eerste artikel. En Wilders die blondeert zijn haar. En volgens mij heeft hij ook nog blauwe contactlenzen. Wilders en de geheime dienst. De overheid beveiligt Wilders, maar wil soms ook alles van hem weten. Nou, dat zou ik ook wel willen weten. Wat doet Geel de Wilders eigenlijk zo'n beetje van dag tot dag? Hij ziet er wel goed uit en hij heeft dus meer haar dan ik. En dat is ook het probleem wat heel veel mensen tegen mij zeggen. Van ja, jij zit alleen maar over Geert Wilders te zeuren omdat hij meer haar heeft dan jij. En voor een deel klopt dat. En dat is gewoon waar. Dan krijg je dan aan de rechterkant de opmars van de chatbot. Straks praten we tegen al onze apparaten. En daaronder staat dan: nemen de populistische partijen de macht over in Europa en is dat erg? En dan staan er ook nog wel vraagtekens tussen. Wat moet je met die porno? Er is helemaal geen Europa. Een goed begrip. Wij wonen in het huis van onze vader. Dat is onze verblijfplaats. Maar goed, die krant die krijg je dan. En ja, daar gaan we lekker over zeuren. Er was er heel veel dingen in over doden en vetgeneukte kinderen. Mol bij Deense omroep onthulde inhoudfilm Wilders. Nederland kreeg hulp van Deense spion rondom Fitna. Nou, Fitna, dat is die kutfilm van Geert Wilders die hij gemaakt heeft, niet eens van zijn eigen geld. Om een beetje Arabieren te lopen afzeiken. Geert Wilders, die wil ik nu in mijn woning. En dan een gesprek.
We willen weten wat er precies is gebeurd. Een nieuw groot onderzoek naar geweld door Nederlandse militairen in Indië kijkt ook naar de rol van politici en justitie. Zal ik het jullie nog een keer vertellen wat ik allemaal weet van Indonesië? En hoe die mensen eigenlijk bij ons horen. Want die Indiërs, die ben niet zo stom, hè. In Ter Apel moet de deur ineens op slot. Oh, dat zal weer een immigrantending zijn, denk ik dan. En er staat er een foto bij en daar staat dan op: herontwikkeling opvanglocatie Ter Apel. En dat is van BAM. Dat is de bouwmaatschappij. En daaronder staat dan de wandelroute van de asielopvang in Ter Apel naar het dorpscentrum. En nog meer, de krant is altijd om te lachen, hè? Dus we gaan gewoon lekker voorlezen. Al tientallen jaren. Oh ja, is dat zo? Oké, dat zal wel zo zijn. Al tientallen jaren komen er asielzoekers naar Ter Apel. Meestal zonder grote problemen. Would you please F my a-hole? Meestal zonder grote problemen. Tot nu toe. Bij mijn ouders stonden er ineens één in de woonkamer. Zo zeg. En dan de volgende headline. Het gaat er niet eens om wat ze roepen. Het is voor een meisje gewoon intimiderend. Oh, Jezus. Het gaat er niet eens om wat ze roepen. Het is voor een meisje gewoon intimiderend. Zo een groep kerels van wie er dan eentje stomdronken is. Nou, dat hoeft mijn dochter mij niet te vertellen. Mijn dochter weet wel degelijk dat als een kerel stom dronken is, dan map je van zijn kop. Jezus mijn Christus. We hebben ook een grafiekje hiernaast met het aantal Noord-Afrikanen. En dat schijnt dan tegen de 4000 te gaan. En hier aan de linkerkant. Er staat ook nog ruimtevaart. Dat begrijp ik dus ook niet. Als jullie met me mee willen luisteren. Maar ik heb helemaal geen zin om naar de ruimte te gaan. Wat moet ik in de ruimte? Een snackbar beginnen op Mars? Zie je dat eens voor? En hoe krijg ik die pindasaus dan daar? Helemaal geen zin in een goed, ik ga het even voorlezen. De ESA. Nou, dat is de European Space Agency. Je moest eens weten wat het kost. Die eikels, die helemaal niks doen. Hè? Die alleen maar een beetje lopen te ruimtevaarden, zullen we zeggen. En dan maken ze dan mooie opnames van hoe we naar de maan zijn gegaan. En weliswaar zijn die opnames allemaal gefaked. Die zijn dus, hoe dat op zijn Nederlands? Die opnames allemaal, ja, gefaked. Maar het was niet zo dat ze er niet naartoe gegaan waren, ben jij gek. Ze waren er wel naartoe geweest. Maar ze hebben die opnames gefaked, snap je? Die opnames hebben ze, hoe heet dat nou op zijn Nederlands? Maar goed. ESA, de European Space Agency, mag missie op
Mars vervolgen. Ja, niet op fucking mijn accijns. Idioten. Wel, als die kerels, die klootzakken, naar Venus willen gaan, want dan willen ze op een, en daarna moet je naar Mercurius gaan, lul. En dan moet je naar de zon gaan. En dan ga je op de zon, dan ga je een snackbar beginnen. Nou, ik blader gewoon door. Veel Marokkanen en Algerijnen staat er ook nog. Polen kort pensioen van oud-communisten. Nou, dat lijkt me uitermate terecht. Helemaal geen geld meer geven. Ik ook van Geert Wilders. Die moet je ook geen geld meer geven. Die lul die gaat maar in zijn eentje. Op zijn eigen kosten. Mijn grootmoeder. In navolging. In posthum beledigen. Dat doet hij maar op zijn eigen kosten. Daar ga ik toch niet voor betalen. Waarom? Dat ging natuurlijk een beetje te ver wat ik net zei. Dat snap ik ook wel. De perfecte voedingsbodem voor onvrede. Dat is de volgende. Wie het onbehagen in Italië wil ontmoeten, kan terecht in Sesto San Giovanni, een van de meest afgetakelde steden van het land. Wat is de stemming op weg naar het referendum van zondag? Nou, het mijn referendum zou zijn dat we iedereen die een kind verkracht heeft, die schieten we van zijn kop. Of was dit weer te hard? Oh, heb ik dat weer? Ik kan zo huilen als ik de krant lees. Maar ik vind dus daadwerkelijk dat mensen die echt over de scheef gegaan zijn, maak ze af. Zet ze tegen de muur. Stop ze in de gevangenis. En hou ermee op. En het is nu 00:30 s'nachts, dus ik kwam tot 1 uur door met schelden. Ik ben de Alex Jones van Nederland, dat snap je ook wel. Alleen het verschil tussen mij en Alex Jones is, ik ben geen jezuïet. En hij wel. Dus we gaan lekker doorlachen, mensen. Dus, hou de moed erin. Gewoon niet in paniek raken. Europa neemt de afslag naar rechts. Ja. Hoe schadelijk is dat? Nou, Europa bestaat niet. Groningen bestaat. En Drenthe bestaat. En daar waar Jurk Gliesman woont, dat is in de buurt van Leuven volgens mij, dat bestaat ook. Dat zijn kleine stukjes land die bestaan. En in Europa is er niets. Ik lees weer even door. Trump zet op defensie voormalig generaal bijgenaamd Dolle Hond. Dat klopt. Mad Dog. Ja, dat wisten we al van tevoren. Want Donald Trump is alleen maar president geworden omdat de paus, en dat vind je natuurlijk ook een heel fijn begrip, hè? Want de paus, dat is namelijk een mens en die kan geen fouten maken. Hij is een onfeilbaar mens. En die onfeilbare mens, die heet momenteel Franciscus de Eerste, op zijn Nederlands. En Franz de First op zijn Engels. En hij zag toe op de opkomst van Donald Trump. En hij heeft gewoon gezegd, dat klopt. Het vervelende is natuurlijk dat de paus verantwoordelijk is. Ontzettend veel doden. Dat is niet grappig.
En dat de paus momenteel Donald Trump toelaat om een of andere dolle hond op defensie te zetten. Ja, wat is er anders nieuw? Om het maar even op z'n Engels te zeggen. What else is new? Amerika is al lang übergenomen. Boer op, ik lees gewoon weer door. Boer op Cuba verdient nu zelf wat met de os. Hé, wat? Op de os. Oké, niet de OS, maar een os. Dus ken ik een os, dat is toch een. Dat is geen paard en dat is ook geen koe. Ik lees weer verder door. Zondag zetten de Cubanen de as van Fidel Castro bij in Santiago. Zijn nu ook de idealen van de revolutie begraven? Vraagteken. Op het platteland lopen de meningen uiteen. In en buiten de coöperatie. Dit artikel is geschreven door Marjolein van der Water. En die moet echt voor de billen krijgen natuurlijk. Want jullie snappen allemaal wel dat Cuba, die heeft dan die leider gekregen, die heette Fidel Castro. En dat was allemaal onder de toestemming van de paus. Dus hij heeft dat communisme daar geïntroduceerd. En het communisme dat leidt tot, concentrationslager. Dat is een reduction. Fidel Castro heeft Cuba ontzettend arm gemaakt. Zo'n onderschrift hier. Kleine ondernemers zoals deze kapper krijgen in het Cuba na Fidel meer kansen een bescheiden bedrijf op te zetten. Begrijp je nou? De volgende. Taxis, restaurants, kappers. Ze betalen fors belasting, maar mogen hun winst houden sinds Raoul, ik hoop dat ik het goed uitspreek, het is een U met een dingetje erboven. Raoul Castro aan het roeren staat. Ja, natuurlijk. Knock yourself out. Krijgen we de sportpagina's, dat vind ik het totaal niet te doen. Oh! De Srebrenica. Men moet dieper buigen. Voor het eerst doet oud-major Rob Franken zijn verhaal over de val van Srebrenica. Na 21 jaar loyaal te zijn geweest aan het amateurisme. En dat zeggen ze dan. Ik kom zo dadelijk echt over het amateurisme van Den Haag. Kiest hij nu voor zijn mannen die bezig zijn met een claim tegen de staat. Het was bijna misdadig om ons op missie te sturen. Nou, als je me ergens pistof over wil krijgen, dan moet je over Srebrenica beginnen. Nou, ik ken dus een man die gediend heeft onder meneer Karremans. En meneer Karremans, die heb ik ook geluisterd. Ik heb geluisterd wat hij allemaal vertelde. En wat wij daar gedaan hebben, dat hadden we nooit mogen doen. Schande over ons. Ik had het er vandaag nog over, dat die Molukkers die moeten een betere treinkaping doen. En die Serbiërs die moeten ons ook een keer te grazen nemen. Voor wat wij, zij hebben aangedaan. Dat hebben wij gedaan. Snap je dat?
Ik laat even een pauze vallen. Kan je even ademhalen? Wij hebben die serviers dat aangedaan. Oh, wat leuk was dat. Geinig joh. Een enclave verdedigen met 3 proppenschieters. Kijk, het verhaal van 9-11, om eventjes de grap erin te wrijven, hè? De zout in de wonden. Maar 9-11 is gedaan met 19 dozensnijders. En een dozensnijder, die kan je kopen voor €3,95 per 3. Dat zijn plastic breekmesjes, op zijn Nederlands. En onze jongens, die moesten een enclave van Mohammedanen verdedigen. Met wat? En toen was er een Franse generaal en die zei, dat kan niet. Ik ga luchtsteun verlenen. En onze Wim Kokhals, ken je die lul nog? En die heeft toen gezegd, niet doen. Hou terug. Leuk is dat. En het is onze rekening, lieve medelanders. Kwam die aan? Of ben ik duidelijk? Want dat hebben wij niet mogen doen. Dat mag niet. Dat soort dingen mogen niet. Dat is liegen. Wat er gebeurd is. En dat Nederlanders gelogen hebben, dat vind ik uitermate kut. Want zelf had ik gedacht dat mensen die Nederlands praten altijd de waarheid spreken. Omdat Nederlands zo'n mooie taal is. Of dat Dietsch. Dat Brabus. Maar dat is niet zo. Dat is jammer. Ik blader gewoon lekker door hoor. Dieselauto komt straks niet langs de banpaal. Wat is dat dan weer? Het is geschreven door Lisa van der Velde en Bart van der Weijer. 2 mensen die dit moeten schrijven. Dat is alleen maar, kom op, dit gaat over 600 woorden of zo. Maar hebben ze 2 man voor nodig. In 2025 zijn diesels in 4 grote steden verboden. Doel, dubbele punt. Schonere lucht voor de inwoners. Zonder slag of stoot zal het niet gaan. Eikelje. Kijk, er is geen probleem met dieseldingers. Dat is gewoon niet waar. Er is een probleem met frisse lucht. Je moet het wel goed in de gaten houden. Maar frisse lucht, dat is er best veel. Vooral in een land als Nederland. Het stikt hier van de frisse lucht. Je hoeft alleen maar een paar ramen open te zetten. Het waait door je woning heen. En wat maakt mij het uit dat er een diesel voorbij rijdt? Jongen. Kijk, ik heb dan het geluk dat ik rook gewoon tabak. Als ik morgens wakker word, dan moet ik hoesten. Die ochtendhoest. En dan gaat al die dieselmeuk gaat er ook uit. En denk jij dat ik alleen last heb van dieselmeuk? Huh? Ooit gekeken naar die vliegtuigsporen? Die persistente condensatiesporen. Laat ik het eventjes politiek correct zeggen. En daar moet je van hoesten. Want daar zit barium in, en cadmium. En die dieselauto, ja, I don't care a fuck. Nu vloek ik weer. Staat er weer eentje om. Het gaat over president Hollande. Ho,
Hollande en zijn eigen House of Cards. François Hollande, ik zeg het even op zijn Frans, hè? Op zijn Nederlands zeg je François Hollande. François Hollander. Frans Hollander. Op zijn Frans. Ik praat liever geen Frans. Maar dan zeg je, François Hollande voelde zich de laatste tijd eenzamer en eenzamer worden. De impopulaire Franse president, die donderdag verrassend zijn vertrek aankondigde, merkte dat zijn getrouwen hem voor hem een... Wat? Dit is fout Nederlands! Dat zijn getrouwen hem een voor een lieten vallen. Oh! Zijn getrouwen één voor één lieten vallen. Op rotte met die klootzak. Maakt me helemaal niet uit. François Hollande, die staat onder het regime van de paus. En hij gelooft in die onfeilbare mensen. Ik vind het allemaal best. De redding voor ons allemaal. Ik blader even door. Oh ja. Hier staat nog even. Facebook wil controversiële live video's automatisch opsporen. Dat is mooi, man. Want ik heb ontzettend veel slechte porno gezien. Dan kan je natuurlijk zeggen van ja, je had geen porno moeten kijken. Maar... Ik zou ook willen dat die slechte porno eruit gefilterd wordt. Je hebt van... Ik noem dat Joodse porno. Dat mag natuurlijk niet, maar... Dat is een beetje politiek correct. Maar ik zou echt die meuk, die zou ik willen laten verwijderen. Gewoon, dat er gewoon iemand... dat zou natuurlijk ook gewoon... En dat Facebook dat dan automatisch doet. Controversiële live video's. Dat is natuurlijk wel een verbetering. Ik vind dat een vorm van evolutie. Alleen maar goede porno op het internet. Gaan we lekker doorlachen, hoor. Dit is... Oh, maar dit is wel leuk. Dus Andrew Sachs. Sachs, niet met de S-E-K-S, maar dit is Sachs. Dus Andrew Sachs. En dat is die acteur van Manuel uit Fawlty Towers. En hij is dood. Hij was ontzettend leuk. Dus, dit is dan wel weer leuk wat in de krant staat. Dus het hebben over Fawlty Towers. Daar kan je ons ongelooflijk om lachen. En hij speelde een Spanjaard. I know nothing. I am from Barcelona. Hoe ver ga je, het volgende, hoe ver ga je mee met commando die ontspoort? Hoe ver ga je mee met commando die ontspoort? Titel klopt niet. En een foto die erbij staat, dat is Bruno van den Broeke in Para. En Para staat dan schuinschrift, is italic. En de man in beeld heeft minder haar dan ik. En dat is geen goed teken, want ik heb al zo weinig haar. En hij kust een schedel. Nou, jullie begrijpen wel dat ik deze pagina om ga slaan, want daar heb ik helemaal geen zin in. Ik vind het gewoon helemaal niks. Ik vind die hoe heet het nou? Andrew Sachs. Daar kon ik om lachen. Maar iemand die een schedel kust, gaat dat weg.
Oh, nu wordt het echt geinig. Oh, oh, oh. Ik zie hier mijn grote vriend, Dijsselbloem. Die wil ik ook hier, in mijn woning. En een gesprek. A.U. Even kijken. A.U.B. Dat is een afkorting. Op zijn Nederlands heet dat alstublieft. Dijsselbloem. Zuiden komt in opstand. Noorden heeft geen zin meer in ezeltje strekje. Eindspel voor de euro. Nederland kijkt toe, net als bij de invoering van de euro. De euro, dat was de afschaffing van de gulden. Daar ging de euro om. Dat wij geen guldens meer hadden. En daar kregen we euro's voor terug. En die euro's die werden afgerekend met 80 cent per gulden. Dus toen met die overname zijn we al 20% kwijtgeraakt. En als jij... Net als ik regelmatig naar de kroeg bent geweest, dan weet je dat. Dan kan je dat zien. Koop maar een kerstboom. Of ga dan kijken naar de prijzen van een kerstboom. Prijzen van een biertje. Dan zie je het wel. Aan de andere kant hebben wij deflatie. Wat staat hier nou? Veel Europese illusies worden verbrijzeld. Nou, lijkt me ook echt ontzettend goed idee. Hou er mee op. Want ik woon fucking niet in Europa. Wat heb ik te maken met Europa? Horen daar Romeinen bij? Ik wil op vakantie kunnen naar het buitenland. Snaps? En als ik naar België ga, dat ik in België kom. En als ik in Luxemburg ga, dan kom ik in Luxemburg. Wat heb ik te maken met een Europa? Ik wil geen Europa. Dat is veel te duur, namelijk. Dat kost klauwen mijn geld. En waarom zou je dat willen? Waarom wil je zo'n gebouw? Dat ze hebben. Ze hebben gewoon de toren van Babel hebben ze nagebouwd. En dan zitten ze er allemaal cocaïne te snuiven. Op jouw kosten. Waarom wil je dat? Ik ga kijken of ik nog iets leuks vind. Oh, economie. Goed, daar hebben ze geen verstand van. Want economie is dat je mensen laat werken. Belasting afschaffen. Wij hebben de gouvernant. Die krijgt 5%. Ongeveer. 10% als de tijden zwaar zijn. 20% als de tijden heel erg zwaar zijn. Maar dan hebben we het gehad. En onze gouvernant die fijne kranten loopt te drukken. Die kost van 80% tot 90%. En jij maar werken. Ah, leuk man. Denemarken gelooft in de kracht van de wind. Met nog geen 6 miljoen inwoners is Denemarken op het wereldtoneel nog wel wat bescheidener dan Nederland. Oh, dat is slecht te zien. Maar op het gebied van windenergie... is dat een supermacht. Mede dankzij een hoge stroomprijs en een stimuleringsbeleid waarop de industrie kan rekenen. Wat moet je hiermee doen? Om het jullie uit te leggen. Het gaat om de zon. De zon draait om ons heen.
Als de zon stopt met draaien, is het afgelopen hier. En het model van Copernicus, dat de zon in het middelpunt staat en dat wij er dus eigenlijk omheen draaien. Maar dat is alleen maar een model. Maar de zon draait om ons. En die zon die creëert die temperatuurverschillen. En die temperatuurverschillen die zetten zich voort. En daar kunnen wij gewoon energie uit halen. En dat Denemarken erin gelooft, bias! Dat kunnen we zelf ook. In Duitsland, weet hoeveel windmolens daar staan. En dit is een hele vreemde, de opponent van meneer Robolt. Naked Security is een van de bekendste blogs over computers en veiligheid. Een van de makers is Paul Ducklin. Informatie, zegt de Brit. Die zin die klopt niet, hè? Want Paul Ducklin, dat kan ook wel een Australiër zijn. Degene die dit geschreven heeft, die wil dus tegelijkertijd zeggen dat Paul Ducklin heet. En hij wil zeggen dat hij Brits is. Wat zegt dat dan? Maakt de wereld veiliger. Als hackers geen geld meer aan je kunnen verdienen, doen je ze pas echt. En daar staat dan een accent Q staat erboven. Echt pijn. Hoe hackers eruit zien, weet iedereen wel dankzij de tv-serie Mr. Robot. Jezus. Je kan ook gewoon... Gewoon echte onzin kan je gewoon gaan lezen. Of je krijgt een krant gratis, zoals ik. Dat je gewoon pagina's door zit te bladeren en echt informatie krijg je niet. Hè. Dan krijgen we nu sport. Nou, daar kan ik dus echt niet tegen. De multiculturele, dat is dan tegenwoordig, en dan gaan ze heel erg vaak, doen ze gewoon een blanke en een zwarte. En die zetten ze al samen op de foto. En die blanke, die is altijd langer. En waar zijn de lange negers gebleven? Of ben ik nou weer politiek correct of zo? Zal het... Nou, hier een vrouw aan het sporten, die is aan het handballen op het WK van 2015. Ja, sorry hoor, maar dit is de krant van 2016. Op het WK van 2015 in Denemarken haalde Wester een stopperpercentage van 45%. Zo maken keepers het verschil. Ja, ik lees er gewoon door, hè. Niet gaan stoppen met luisteren, want de krant moet uit. Er zat een leuke strip onder, die ga ik niet voorlezen, die is best heel grappig. En de laatste pagina. Oh, dit is leuk. Allemaal mensen die dood zijn. Zo'n buitenlander is dood. En een Nederlander is dood. En dat is dezelfde buitenlander die dood is, maar dat is wel een dokter. Oh! Fok! Die man die heet Khalil. Essam Khalil. En er staat een bijbeltekst boven. Dat is wel leuk.
En dat is Johannes, hoofdstuk 14, vers 27. Ik lees hem voor. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Ja, dat is toch een mooie krant. Hij is wel uit. Dan gaan we even kijken, want hoe laat we zijn? Oh, bijna is tijd. De prijs van veiligheid. Dat is dan een bijlage. De overheid beschermt Geert Wilders, maar houdt hem ook in de gaten. Ja, daar hebben we het over gehad. Ja. Geert Wilders, die wil ik gewoon helemaal niet. Ik wil dat Geert Wilders helemaal niet meer in het middelpunt staat. Ik wil hem eigenlijk gewoon weg. Die man is veel te gevaarlijk voor zichzelf. Hij heeft mijn oma beledigd. Posthum. Dat betekent na haar dood heeft hij mijn oma beledigd. Ja, dat moet je vooral lekker doen met iemand zoals ik. Collectieve vrijheid, het volgende. Ze leven onder grote sociale druk, de angst om teleur te stellen, om anders te zijn. Maar toch voelen hoogopgeleide jongeren in China zich vrij, merkte, en dat is dan dik gedrukt, Daan Herma van Vos met dubbel S, die in Guangxi een maand leefde en werkte. Wacht even. Hij heeft een maand geleefd en gewerkt. Nou, oké, okay, leuk. Sorry, ik kwam tegen de microfoon aan. Met 10 studenten. Oh, die gaat allemaal vertellen hoe de Chinezen in elkaar zitten. De Chinezen die zijn overgenomen door de Jezuïeten. Met Mao Tse. En sinds die tijd hebben de Chinezen gewoon niks meer te vertellen. Prinsjesdag 2014. Dus ik lees even wat eronder staat, hè. Prinsjesdag 2014. Koopmans, dubbele punt. Nationale tradities en historische verbondenheid doen er toe. En die foto erboven, iemand maakt een selfie. En die heeft een hoofddoek om. Maar het is Prinsjesdag 2014. Geen wonder dat ik deze krant gratis kreeg. Het is allemaal oud nieuws. Het is fucking 2 jaar geleden. En de titel eronder is: meerderheidscultuur verdient ook alle steun. Ja. Ik zou echt niet weten waarom. Ik heb helemaal geen zin in een minderheids, diversiteitscultuur. Het interesseert me helemaal geen fuck, eigenlijk. Ik hou van mensen die vriendelijk doen tegen elkaar. En dan zeg je maar een keer wat raars. En een ander zegt dan: zo, dat was raar wat je net zei. Ik heb een vraag. Ja? En dan moet je gewoon antwoord geven op die vraag. Hoezo meerdere culturen? Er is maar één cultuur. En die is niet van de krokodillen, want daar maken we handtasjes van voor lekkere wijven. Om het maar even zo correct mogelijk te zeggen. En trouwens, krokodil is erg lekker om te eten. Het schijnt heerlijk klaar te maken te zijn. Krap ook. Ik heb hier een foto van een blote man. Nou, daar ga ik dus verder niks over vertellen. De betrouwbare mannetjes. Dat is ook een titel. Daar ga ik ook verder niet over hebben. Idealisme als verdienmodel.
krijgen we dus het. Je moet er echt doorheen. Want dit is de Volkskrant Magazine. Een of andere lul. Dit is een glossie. Hè? Een of andere vent heeft zich laten verleiden om een foto van hem te maken, laten maken. Met zijn duimen op zijn wangen. En dan kijkt hij. Wat een homo. Doe je toch niet? Net alsof alles grappig is. En dan de tweede pagina. Er wordt een of andere gymoefening gedaan. Met een Arabisch kleedje op de grond. Dat best. Dan krijgen we Sinterklaas. Nou, Sinterklaas is de paus. Dat weten we wel. Die heeft schimmel tussen zijn benen. Want die heeft veel te veel kleuters geneukt. En daar krijg je schimmel van. Hè? Dus als je dan toch gaat neuken. Ja, neuk mensen van je eigen leeftijd. En niet iedere keer een nieuwe kleuter. Dat gaat niet goed, jongen. Krijg je schimmel. En van schimmel. Het schijnt, hè. Daar kan je kanker van krijgen, man. Kijk, kanker tussen je benen. Als jongen was Hans, 49, extreem verlegen bij meisjes. En nu hij gescheiden is, is hij nog steeds geen womanizer. En het is geschreven door Corine Kohler. Als ik verliefd ben, verstar ik. Tja. In de buurt van vrouwen ben ik al mijn hele leven verlegen. Op de middelbare school was ik soms lang verliefd op een meisje zonder dat ik haar iets durfde te zeggen. Ja, het antwoord is natuurlijk, je moet, oh sorry, ik kwam weer tegen de microfoon aan. Maar je moet bij vrouwen uit de buurt blijven. Het gaat gewoon niet goed. En wij moeten gewoon wachten op de tijd dat vrouwen zich gaan gedragen. En op het moment dat het zover is, dan kan je weer met vrouwen omgaan. En ik weet dat er mannen zijn die dus gewoon momenteel denken dat het nu al de tijd is. En sommigen daarvan lukt het ook, vind ik dan. Hè? Mij niet. Dat is een hele stomme foto's allemaal. Het gaat helemaal nergens op. Dit is toch wel mooi. Hier staan twee jongens met een goede hairdo. Die zijn een jaar of 20. 28 of zo, 25. En die ene die gooit dan een replica van de hersenen omhoog. En ze staan tegen een grijze achtermuur, een soort klaagmuur. Ik weet niet waar die foto om gaat. Wel grappig. Ja, leuk om naar te kijken. Ik denk dat mensen wel. De mensen die hieraan meegewerkt hebben. En die hun geld verdiend hebben. Met die, om een beetje een fotograaf te zijn. Of een model te zijn. Ik denk wel dat ze een leuke dag gehad hebben. Maar voor de rest ben ik hier niet uit. Nou, de laatste. Best of Bot World. Ik weet niet wat je hiermee moet doen. Ik blader hem even door gewoon. Hè. Babbelen met een bot. Hoe werkt dat? Nou kijk, mijn punt is, als ik tegen een mens praat, heb ik vaak het idee dat ik gewoon tegen een computer aan het praten ben. Je kan net zo goed naar de kroeg gaan. Dan kan je ook met een robot praten. Met een bot. Een werker. En die mensen die kijken je allemaal zo stom verbaasd aan. En denken van, hé, wat moet je tegen me zeggen? Hij doet dat gewoon. De plakbandmethode. Ja, mijn dochter die had toen het idee
toen ze klein was, hè, doordat ze een stuk jonger was dan nu, hè, dat alles te repareren was met plakband. En ik werd toen echt bang. Dat ik dacht van, kindje, je hebt het bij het verkeerde eind. Ik kon haar niet overtuigen dat het niet zo was. Maar om nu nog tegen volwassenen te gaan lopen lullen dat alles met plakband. Oh ja, groot dicté. Oh, nu krijg ik echt een ongelofelijke erectie. Groot dicté. Uitslag voor ronde. Liposuctie. Pygmee. Gecrashed. Kruidnootjes. Bouillon. Met grote vrezen. Bravoure. Fluoriserende. Gebarbecued. Corset. Marihuana. Kijk, dat is wel weer leuk. In het grote dicté marihuana. Ideeën. Gekanoot. AIDS. Shit. Ook AIDS. Nou ja, is mooi. Je weet wat AIDS is, hè? Dat is Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dat betekent dat je afweersysteem het niet goed meer doet. En waarschijnlijk heb je daarvoor te veel antibioticum geconsumeerd. Kaassouffleetje, prairie, in koelen bloeden, kasseien, medaillon en koloniën. Mijn ding is dat ik vind dat mensen de gelegenheid gegeven moet worden om zichzelf uit te spreken en zichzelf uit te schrijven. Ook al zijn het analfabeten. Of analfabeten. Wat was nou analfabeten? Of analfabeten? Maar die mensen moeten die ruimte krijgen. Dat scheelt. En niet zozeer dat die mensen de ruimte moeten krijgen, maar als wij die mensen de ruimte geven, dan ontnemen we de ruimte aan die eikels. En van die eikels moeten we af. Man zoekt man. Dat is relatieadvertenties. Dat is een of andere. Ik lees hem even voor. Ik ben Simone Willems. Dat is een transgender of zo. Ik zoek een partner. Oh, wacht even. Ik ben Simone Willems, consulent regio Middellandse Gelderland. En ik zoek een partner voor Diederik. En die is 76 jaar. En hij is aantrekkelijk, kwiek en daadkrachtig, sportief en ondernemend, rustig en vriendelijk, stabiel en goed gehumeurd, geïnteresseerd in kunst en klassieke muziek. Zoekt man om het leven mee te delen, samen genieten van de simpele dagelijkse dingen en leuke uitjes. Tje. Ja, ik ga het gewoon aan de kroeg. Ik hoef geen contactadvertentie. Een man zoekt vrouw. Heerlen. W. Vrijheid. Heerlen W. Vrijheid. Spijt van besluit. SVP weer contact. Herfst, wind 57. Wat wil die man? Het zal wel. Nou, dit is dan de televisiepagina's. Met alle tv-programma's. Sinterklaas staat er natuurlijk weer in.
Dan hebben we hier alweer een mooie foto van Dirk van Dijk en Wouter Hendricks. En die man die heeft net zo'n bril als ik. Een goede knuffel. En hier, je gaat het pas zien als je het door hebt. Wieteke van Zijl over opmerkelijke en veelbetekenende bijzaken in de beeldende kunst. Deze week, dubbele punt, lijst. Ja, dat is ook mooi. Tuurlijk is dat maar. Het is heel mooi om een beeld te maken dat andere mensen aanspreekt. En een beeld te maken wat andere mensen het idee geeft dat ze zelf ook iets kunnen doen. En dat is de echte kunstenaar. Dat je anderen de levensruimte geeft. Waar Adolf de vioolspeler, Adolf Hitler, het ook over had. Geef andere mensen de ruimte. Ja, ontzettend leuk dat ik deze, ja, niet gestolen in dit geval. Want de vorige keer had ik hem gejat. Maar deze heb ik gekregen. Dat jullie samen met mij de krant hebben uitgeluisterd. En ik wil dat jullie ontzettend lekker gaan slapen of gaan eten. Ja, ik weet niet hoe laat het is. Hè? Maar op zijn hamburgers, en auf Deutsch. Sakiga, tjus en dag lieverds.